Het kunstwerk dat half maart is onthuld door het COC Leiden is vannacht opnieuw beklad. Twee weken geleden spoten onbekende leuzen als Transpower op het standbeeld van de Leidse kunstenaar Koenhauser. Daarop deed COC Leiden aangifte van vernieling. Kijk, dat er verschillen zijn binnen bepaalde groeperingen en binnen zeg maar, het hele LHBTI-community, dat snap ik. Maar om dan gelijk daar vandalisme op los te laten, ja, dat gaat gewoon een grens te ver. Dit keer staat er, aangifte is geen dialoog te lezen op de natuurstenen rand rond het plantsoentje waarin het beeld staat. Bij de eerste bekladding stond onder andere in roze verf de leus Queer Liberation, Not Rainbow Capitalism te lezen. Dat gaf COC-voorzitter Debbie Helaha wel een idee uit welke hoek het vandalisme zou kunnen komen. Zij vreest dat het een protest tegen pinkwashing of rainbowwashing is. Dat is een marketingtechniek waarbij organisaties laten zien hoe LHBTI-plus vriendelijk ze zijn, zonder daadwerkelijk een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Helaha liet twee weken geleden weten graag het gesprek aan te gaan met de bekladders. Ook deed ze dus aangifte van vernieling. De recente bekladding lijkt een reactie op dit laatste te zijn. Het COC laat weten op de hoogte te zijn van het nieuwe verfprotest, maar wil nog niet reageren.